Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go video op Crazy Koen. Super tof dat je weer kijkt. Jullie is het vast niet ontgaan dat Mewtwo terug is als raid boss in raid battles. En behalve een shiny Mewtwo vang je gegarandeerd een Mewtwo met Psystrike. En die Pokémon wil je echt hebben. Vandaag gaan we er dieper op in waarom. Vind je deze video nuttig? Geef hem dan een duimpje omhoog en abonneer voor meer. We gaan heel snel dieper in op Psystrike Mewtwo. Een fantastische Pokémon. Ook voor de introductie van Psystrike was Mewtwo al een fantastische Pokémon. Met een maximale CP van 4178 is Mewtwo de op 1 na sterkste Pokémon als je kijkt naar CP alleen. De enige Pokémon met meer CP is Slaking, maar omdat Slaking alleen een charge attack kan leren die schade aanricht, maakt dat Mewtwo effectief de sterkste Pokémon op basis van CP momenteel in Pokémon Go. En waarschijnlijk blijft dat ook nog best wel een tijdje zo. Zijn attack stat is 300, wat hem op de 5e plek zet qua attack stat en wat ervoor zorgt dat hij al een enorme DPS heeft. De beste moveset voor Mewtwo was altijd Confusion en Shadow Ball. En dan is Shadow Ball een legacy type move, want alleen Mewtwo's die zijn gevangen in EX raids konden de Shadow Ball aanval leren. Alle Mewtwo's in gewone raids konden alleen Psychic, wat dan ook direct weer de sterkste move was qua DPS. Psystrike maakt hier een eind aan en zet Mewtwo op de onbetwiste nummer 1 als Psychic Attacker. Op het gebied van DPS heeft Psystrike Mewtwo namelijk verreweg de meeste DPS in Pokémon Go. Hij richt namelijk 20,1 DPS aan, damage per second dus, en heeft dan ook nog eens een extreem hoge TDO, Total Damage Output, wat betekent dat Mewtwo het ook heel erg lang volhoudt in gevechten. De enige Psychic Pokémon die enigszins in de buurt komt van Mewtwo's kracht is Attack Form Deoxys. Die is met behulp van Dark Pulse qua DPS nog wel beter, maar Attack Form Deoxys kon je in je eentje verslaan en dat heeft een reden. Zijn attack is misschien wel heel erg hoog, maar zijn defense en zijn stamina ontzettend laag. Dus hij kan heel weinig schade hebben en de TDO, de Total Damage Output van Attack Form Deoxys is dan ook verschrikkelijk laag. En dat zet Mewtwo toch echt onbetwist op nummer 1. De allerbeste Psychic Attacker wordt Mewtwo met Confusion en Psystrike. Dus heb je die nog niet? Ga dan deze week er zeker op uit. Woensdag is weer een Raid Hour van 6 tot 7. Dus doe daar je voordeel mee om Mewtwo te vangen. En als je mazzel hebt, pak je dus niet alleen een Mewtwo met Psystrike, want die is gegarandeerd, maar pak je ook Shiny Mewtwo mee. Heel makkelijk te herkennen aan de groene tinten in plaats van de paarse. En dat brengt ons bij het tweede deel van de video, het optimale team om te gebruiken tegen Mewtwo. Als Psychic Pokémon is Mewtwo zwak tegen Bug aanvallen, Ghost aanvallen en Dark aanvallen. Dus je wilt in je party ook gaan kijken of je Pokémon hebt die een van die types hebben, zodat ze eventueel beter bestand zijn tegen de Psychic aanvallen die van Mewtwo het sterkste zijn. Daarnaast wil je natuurlijk dat die Pokémon ook een type aanval kunnen. Met name bijvoorbeeld de combinatie Bite en Crunch is daar heel effectief. Of natuurlijk de aanval Shadow Ball, die gaan je een hele grote kans geven samen met de aanval Dark Pulse. Volgens PokéBattler is Mewtwo heel theoretisch te verslaan met twee mensen. Maar dan moet je best friends zijn, moet het weer meezitten wat betreft je aanvallen en moet je een team van perfecte level 40 counters hebben. Dat betekent dat het eigenlijk een onmogelijke opgave is om dit te doen. Als je geen vrienden bent met de mensen waarmee je raid, heb je met een team van optimale counters minimaal 5 mensen nodig. Dus de raidgroep waarmee je Mewtwo uitdaagt zal wel een redelijke grootte moeten hebben om je een beetje een kans van succes te geven. Heb je vervolgens dat raidteam te pakken, dan geeft PokéBattler deze 6 Pokémon aan als beste counters tegen Mewtwo. Daar staat natuurlijk de Bite, Crunch, Tyranitar in die ik noemde. Giratina Origin Form met Dark-type en Ghost-type attacks is de beste Mewtwo counter, dus je kunt ook ervoor kiezen om Giratina Origin Form veel te gebruiken. Mewtwo zelf, ervan uitgaande dat hij de eerder genoemde Legacy Moveset, Confusion en Shadow Ball kan, is een hele goede optie. Weavile is een prima keuze om te gebruiken. En ook Gengar met zijn Legacy Moveset, dus dan bedoel ik Shadow Claw of Lick als Quick Attack en natuurlijk Shadow Ball als Charge Attack, zijn hele
hele goede Mewtwo counters. Dus probeer daar uit te kiezen. Ik zou Giratina Origin Form en Bitecrunch Tyranitar vooral aanraden, omdat dat ook gewoon hele sterke Pokémon zijn. Weavile is wat minder sterk. Mewtwo is waarschijnlijk iets zeldzamer, maar met Shadow Ball natuurlijk ook een hele goede optie. En dan zijn er natuurlijk nog alternatieven. Pokémon die je kunt gebruiken op het moment dat je de primaire counters van Mewtwo niet hebt. Mocht je een hele groep met mensen hebben die die primaire counters niet hebben, dan is het wel verstandig om de raidgroep zo groot mogelijk te maken om de kans op succes te vergroten. Maar Pokémon waar je dan aan zou kunnen denken zijn Scizor, die dankzij zijn Bug en Steel typing goede resistances heeft en natuurlijk bug-aanvallen kan gebruiken die super effectief zijn. Houndoom, een Pokémon die in raids heeft gezeten toen Deoxys de raidboss was, is een hele goede keuze. Pinsir als bug-type Pokémon is ook een Pokémon die je daartegen zou kunnen gebruiken. Alakazam, op het moment dat je hem de juiste aanvallen leert, kan ook goed iets tegen Mewtwo inbrengen. En een Pokémon die veel mensen vergeten, Sharpedo. Sharpedo heeft misschien niet een hele hoge total damage output, maar wel een hele goede DPS. Dus die Pokémon kan met Bite Crunch een heleboel schade aanrichten. En de Dark-type attacks zijn natuurlijk super effectief op Mewtwo, wat weer een extra bonus is. In het lijstje van Pokébattlers staan nog meer Pokémon, maar dit zijn toch echt wel mijn favorieten. Je kunt natuurlijk ook je voordeel doen met die andere Pokémon en je team op die manier zo goed mogelijk maken en dus de kans zo groot mogelijk maken dat je Mewtwo kunt verslaan. En met behulp van deze informatie zou het toch te doen moeten zijn om een Psystrike Mewtwo te bemachtigen, waarvan ik natuurlijk jullie allemaal gun dat het een shiny Mewtwo wordt. Psystrike is een fantastische aanval voor Mewtwo die hem echt onmiddellijk op de nummer 1 positie zet van Psychic Attackers. En daar blijft hij waarschijnlijk ook nog een hele tijd staan. Toppers, ik wens jullie ontzettend veel succes bij het uitdagen van Mewtwo. Hopelijk krijgen jullie de shiny. Morgen op het moment dat ik dit opneem, woensdag 18 september is dat, is er dus een Mewtwo Legendary Raid Hour van 6 tot 7 lokale tijd. Ga op zoek naar mede Pokémon Go spelers, vorm raid parties en ga zoveel mogelijk raids doen dat 1 uur. Want Shiny Mewtwo is er alleen deze week tot en met in ons geval maandagavond 10 uur. Heel veel succes. Ik gun jullie de Shiny echt heel erg. Vond je deze video nou nuttig en heb je er wat aan gehad? Beloon hem dan met een duimpje omhoog. Abonneer voor meer, want dit is natuurlijk niet het enige dat in deze laatste week van de Ultra Bonus aan de hand is. Er zijn ook Unova Pokémon in het wild verschenen. Dus een klein shiny Unova Pokémon. Dat gaan we allemaal in video's behandelen. Dus als je abonneert en op het belletje drukt, blijf je daarvan op de hoogte. Denk je dat een van je vrienden deze info nodig heeft? Deel hem dan op Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Noem het allemaal maar op. En dan rest mij nog alleen jullie weer heel hartelijk te bedanken voor alles. Nog een keer heel veel succes te wensen. En te zeggen dat ik jullie heel graag zie in de volgende Pokémon Go video op Crazy Koen. Toppers, tot dan. How do you?